We zijn hier bezig met de afwerking rond ons sterke. En dit perkje wordt ons kruidenperkje. We zijn nu bieslook aan het zetten. En ik zal het laten zien, ik heb hier in de grond een aardrups gevonden. Die gaan we niet terug in de grond steken, want zoiets knabbelt aan de wortels van de planten. En je raadt het goed, dan gaan de plantjes eigenlijk niet graag hebben en dan gaan ze kapot. Dus deze gaan we wegdoen. En verder gaan we ons kruiden hier zetten. Dat zijn nu de kruiden die we hebben. Vooraan rozemarijn en bieslook. En dan achteraan staat bonenkruid. En ik had die aardrups hier weggelegd op mijn padje. En dan kan je hier al goed zien dat meneer of mevrouw hier deftig aan het rondkruipen is. Dus als je zoiets weglegt, niet vergeten. Ze kruipen elders de grond in en ze beginnen daar toch ook weer worteltjes op te eten. Voilà, elke dag komt er wat bij aan onze tuin. En nu hebben we hier vandaag de blauwe bessen ook in de grond gezet. Ik ben nog altijd een beetje bezig in de tuin. En zoals ik straks liet ik al een aardrups zien. Dat was een rups. Nu heb ik iets anders gevonden. Dit is een engerling, dat is een larve van een kever, namelijk de mei- of de junikever. Ik kan nu niet zien van welke kever. Dat zijn hele grote kevers die in mei of in juni tevoorschijn komen. Maar de larven daarvan die eten aan worteltjes van planten, vooral van de graszoden, denk ik, maar ze hadden ook wel mijn groenten lusten. Dus ik ga hem ook weer verwijderen. En ik maak me niet zo ongerust, want ik heb elk jaar opnieuw weer in de zomer een aantal kevers rondvliegen. Die zijn magnifiek om te zien, maar niet in deze dus. Ja, als je blijft graven, dan kom je altijd wel weer iets nieuws tegen. Ik heb hier nog een andere larve gevonden in de bodem. En ik wist absoluut niet wat dit was. Maar als ik het opzoek op internet, dan kom ik uit op een larve van een weekschildkever, oftewel een soldaatje. Insecten die andere insecten opeten en ook wel wat nectar of pollen. Maar op zich is dat niet zo erg. Voor een tuinder is het belangrijk dat ze andere insecten opeten. Behouden dus. En ook de voortuin is onkruidvrij. Nog niet hoe dat we het willen. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet onkruidvrij kunnen houden. Alle werk natuurlijk niet vergeten te genieten van de bloemetjes die we nu goed zien. We hebben hier zelfs anemoontjes staan. Esdoorn die bijna in bloei staat. Onze houtwal.
de gestapelde muur, compostvaten. Omdat we nogal snel waren met het planten en het zaaien, hebben we er een doek over gespannen tegen de vorst die ze deze week geven. De framboosjes staan netjes. En het lijf vooruit, de appeltjes zijn ook al aan het groeien. En hier staat er zelfs een bijna in bloei. Als je kijkt.